Vandaag zijn we in Ermelo, is de afronding Centraal Onderzoek 2014. En dat doen twee hengsten examen en het lijken twee zeer aansprekende hengsten. De Tjalle, dat is nu de stamboeknaam, die is ingeschreven in het stamboeknaam en dat is Johannes 484 geworden. Dat is een paard die tijdens de instructiedagen eigenlijk al positief opviel en in het centraal onderzoek ook steeds goede progressie heeft geboekt. In het zadelgedeelte 80,5 punten haalde en dat is mooi voor zo'n jonge hengst. En die werd dus doorverwezen naar het men en tuigedeelte, zoals ik al zei. En daarin heeft de hengst ook veel progressie geboekt. Ze zijn mooi naar het eindstadium toegewerkt door de trainingsleider en hebben dan vandaag ook een goede proef neergezet. En bij de hengst Johannes kwam dat neer op dat hij voor de tuigen 85 punten kreeg en voor het mengedeelte 81 punten. Vooral in het tuigedeelte bij deze hengst was het zo dat hij opviel vooral door zijn hele mooie houding. Hij heeft hengst met veel front en die altijd een mooi actief achterbeen toont. En vooral activiteit in de achterhand is zeer belangrijk, willen we graag zien in de Friese fokkerij. Want daar schort het nou wel eens een beetje aan kracht van achteruit. En dat laat deze hengst zeer positief zien. En het is ook nog zo, deze hengst komt uit een Oepke moeder. Dat is al heel oud bloed eigenlijk, want de hengst Oepke is al jaren niet meer. En deze Mary, de moeder van deze hengst, Femke van Dedjem. Deze Tjalle werd pas, dan was de Mary al aardig op leeftijd, al 18 jaar denk ik, of 17. Toen werd het veulen nog geboren, dus het was eigenlijk is een heel oud bloed. En dat kan ook wel interessant zijn voor de fokkerij. Tjalle is een jonge hengst die ook goed presteert in de fokkerij. En dat is zo'n combinatie van, in die tijd was Oepke al een hele moderne hengst, hoogbenig. Dus wat dat betreft is het een mooie combinatie van luxe paarden. En deze hengst heeft ook een mooie luxe uitstraling.